20, Tim Jansen. En de start is gegeven, dames en heren. De start gegeven. Ik hoop ze goed bij jou voorbij. Ja, die zijn ze al. Komt naar ons nog sterk KDW. Die zal de bel horen, want hier komt nog een groepje aan. Met laatste ronde voor de leiders in de nieuwelingenwedstrijd. Laatste ronde voor Stijn Kaluwe. Die is net aan de streep gepasseerd. En heeft ondertussen gezien dat zijn voorsprong aan het groeien is. Die voorsprong neemt toe. En hij is hier met een sneltreinvaart voorbij getrokken. Stijn Kaluwe. In tweede positie komen Gozes, die langzaam maar zeker het gezelschap aan het krijgen. Zilvermeer een week of twee geleden. Dan hebben we met ingang van de laatste ronde een volgend duo. Bestaande uit Jens Sterling en Pascal Eekhoorn. Dat is op een seconde of 20 zowat van Stijn Kaluwe. En dan, zoals René het al zei, de grote leegte, deze vijf steken er toch alweer ietsje bovenuit. En is het wachten op de rest die zich nu gaat melden. Het groepje van een man of drie die zijn versterking maakt aan het begin van de laatste rechte lijn. Ook voor hen straks de doortocht naar de strijd bij het ingaan van de laatste. Zo wissels er iets of wat op voor de makkelijke. Dus even het ultieme vroegvakje was waarvoor alvast onze. Kom aan, jongen, kom aan, Eddie! Het naam van de officials. Dit is Elie Isebiet, die kennen we van ver, onze provinciale kampioen uit West-Vlaanderen. Kom op Elie, ook hij is aan zijn laatste ronde begonnen. We doen alvast een oproepje in de richting van Pieter-Jan Jaspers. Dat is een van de jonge staken die afgelopen woensdag vanmiddag deel heeft genomen aan de jeugdinitiatie hier in Essen. En hij is de gelukkige die straks mee het podium opwacht tijdens de huldigingsceremonie bij de nieuwelingen. Dus de aankomst. Geen Kopenhorsters, nog een Jannik Peters te zien. Stijn Kaluwe die gaat al naar de berg terug en dan zien we daar Kopenhorsters in de niet vreemd. Maar nee, nee.
Kom aan, Eli! Derde positie. Jens Sterling dacht ik te hebben gezien. Maar we gaan ze hier zo dadelijk bij ons krijgen. En Stijn Kalewee is de eerste die zich meldt. Dus een vraag, een verzoek aan alle renners om indien mogelijk, jongens, terwille van het correct kunnen opmaken van de uitslag, even met de hand over het rugnummer te gaan, zodanig dat de officials alles straks mooi kunnen noteren en dat we straks een juiste, correcte uitslag kunnen opmaken. Waarvoor onze dank bij voorbaat. En ik hoop dat ook Pieter-Jan Jaspers naar het podium is geraakt. Ondertussen Pieter-Jan was een van de deelnemers aan de jeugdinitiatie. En hij is bij de gelukkigen om straks mee op het podium te verschijnen tijdens de huldigingsplechtigheid na afloop van de grote prijs Rouwmoer voor onze nieuweling. Dus graag indien mogelijk, jongens, eventjes het rugnummer proper maken voor de renners. Goeie, Eli! Waarvoor onze dank bij voorbaat.